De 52-jarige Mark van der Linde zegt het besluit zelf te hebben genomen. Het was een moeilijk besluit, want ik heb twintig jaar met ontzettend veel plezier aan het programma meegewerkt. De laffe en uiteindelijk fatale aanslag op Peter R. de Vries en het gemis van hem bij het programma, maar ook als collega en mens, heeft een wond veroorzaakt die nog lang niet geheeld is. Mark vervolgt, ik ben mede daardoor ook in een fase van mijn leven gekomen, waarin ik keuzes wil maken. Anderhalf jaar geleden heb ik in coma gelegen en ik ondervind daar helaas nog elke dag de gevolgen van, voornamelijk bij het lopen. Dat is gelukkig op te lossen en daar wil ik eindelijk goed de tijd voor nemen. Speelt er verder nog iets mee? Daarnaast heb ik in de afgelopen weken in de VS en in Engeland gewerkt aan een nieuw project, dat weer nieuwe dimensies geeft aan mijn werk. Maar ik ga boulevard en de dagelijkse dynamiek van het programma natuurlijk wel erg missen. De opvolger van Mark is al ruimschoots ingewerkt. Ik wil collega Annemarie de Kunder, die alles in zich heeft om de beste royaltyjournalist van Nederland te worden, heel veel succes wensen, zegt Mark. RTL Boulevard bedankt Mark voor zijn inzet. Dankzij hem waren we verzekerd van mooie koninklijke items en waren we bijna altijd als een van de eersten op de hoogte van het nieuws op royalty vlak. We wensen Mark uiteraard veel succes met de nieuwe stappen in zijn carrière. We zullen dit met enthousiasme en interesse volgen. Het is opvallend dat RTL Boulevard in zijn nieuwsberichten nadruk legt op Marks professionaliteit. In de afgelopen jaren heeft hij zowel voor als achter de schermen gezorgd voor een professionele benadering en een hoge kwaliteit van verslaggeving over royaltyzaken. De afgelopen jaren gingen er namelijk enorm veel geruchten dat Mark helemaal niet zo professioneel was. Jan Roos beweerde in november 2018 op Twitter dat Mark van der Linden op staande voet zou zijn ontslagen door RTL Boulevard vanwege uit de hand gelopen cocaïnegebruik, maar zelf ontkende hij dat. Wel waarschuwde Mark andere media om niet over de roddel te berichten. Zo dreigde hij onder meer shownieuws met juridische stappen. Na dik een jaar onthulde Jan de vermeende bron van zijn roddel, Peter R. de Vries. Die was daar zo boos over dat hij een rechtszaak tegen Jan aankondigde, maar niet veel later trok hij die in. Afgelopen september verscheen Mark behoorlijk wederom warrig op de buis bij RTL Boulevard. En dat had volgens Jan te maken met hernieuwd cocaïnegebruik. Hier zit iemand die volledig doorgesnoven is en pilletjes heeft geslikt.